Vandaag is het zover. We gaan de Premier League Team of the Season openmaken. Hierin zitten zieke spelers. Noem bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo, Salah. Al dat soort zieke spelers zitten vandaag in de game. De dag dat ik het opneem. En wij gaan rond de 80 packs openmaken. Alles wat je hier ziet, dat gaat gewoon open op een enkele packje na. En dit is de tweede video die ik al maak van deze zieke pack openings. En die je niet hebt gezien, de eerste staat al online. Check die eerst even, want dit wordt nog zieker eigenlijk. We gaan vandaag alles openmaken. We gaan kijken of we zieke spelers eruit kunnen krijgen. Dit gaat sick worden. Totdat jullie kijken naar deze nieuwe video. Als je dit leuk vindt, doe even een duimpje omhoog alvast. Zou ik heel erg waarderen. Vergeet niet te abonneren voor meer content van mij. Dat zou ik ook super dope vinden. Wij gaan gewoon lekker er meteen induiken. Ik speel nooit FIFA. Ik keek altijd wel de pack openings. Voor de mensen die dat nooit doen, daar zal ik jullie weer door bij helpen. Oh, de eerste is al meteen? Niks. Oké, dat is jammer. Waar je eigenlijk voor kijkt is de Team of the Season kaartjes. Die zien er speciaal uit en niet goud. En je wilt, ja, als het ware, vuurwerk hebben. Orders. Het is, ja, het is deze guy. Zapata. 83 rated. Wederom een border. Een topgoud spelerspakket. Die zit een wat hoger rating in. In ieder geval 82 plus. Het is een walkout. Het is Neymar. Het is Neymar. Woo! Neymar, let's go. Die is ziek. Die is zeker wat coins waard. Die gaan we ook direct verkopen. Het is tradable, toch? Het is tradable. En Kane. Woohoo! Deze twee zijn ziek duur. Kane gaat voor. We gaan hem ook even, vergelijken. We hebben Kane en Neymar in één shitpackje. Kane gaat voor rond de 40k. Dat is mooi. En Neymar gaat voor de... Rond de 60k. Dat is niet verkeerd. Dat is heel ziek zelfs. Ik dacht, we hebben één walkout. We hebben er gewoon twee. Want Kane dat is eigenlijk ook een walkout. Wederom een border. Dit is een Braziliaan van linksachter. Het is... Wie is dit? Ook weer Ero. 84. Prima. Bro, ik kreeg Harry Maguire. Ik heb alleen maar die gekke nieuwspelers. Volgende plekje. Team of the season. Oké. Oh, ik zag Portugees. Het is wel Ruben Dias. Het is Ruben Dias. Let's go. Die is ziek. Hij is tradable. Ho, ho, ho. En 600.000 coins. Let's go. Die is duur. Die gaan we meteen verkopen. Ik ga meteen even opzoeken hoe duur deze champie is voor mij. Oh mijn god. Ruben Dias. Let's freaking go, dude. Sabitzer zit er nog achter. En de slager. We kunnen ook even een lekker vleesje halen bij de slager. We gaan door. Zeldzaam spelerspakket. De volgende. 83 algemeen plus. Komt wat goed. Walkout. Het is een Duitser. Cam Müller. Niet verkeerd. Dat is wederom weer een lekker spelertje. Voor de clubje. Dit is een wat minder boeiend pakketje. Maar kan toch wel wat leuks nog bevatten. Zilver. Nee, dat is niet heel boeiend ofzo. Een border. Het is niet heel bijzonder een border, maar het is wel lekker om altijd te hebben. Het is Fernandinho. Dat is gewoon prima. Fernandinho is oké. Dat accepteren we. Is it me you're looking for? Walkout. Oké, het is Spaans. CVM van Barcelona. Dit is Sergio Busquets. Dat is, het is 86. Het is een walkout. Het is oké. Als het nodig is, moet ik dadelijk zelfs gewoon even mijn markt gaan legen. Dat in ieder geval aardig van de spelers weggaan. Want dan kan ik ze weer erop zetten. Oh, een Team of the Week. Is niet heel boeiend. Het is nog de op 1 na beste. Het is Bonucci, 87, Team of the Week. Die is nice. En die wil ik in mijn club houden, want deze guys zijn wel prijzig nog. Het is een border. Dat is jammer. Het is een... Verdedigende Engelsman. Het is Harry Maguire. Krijgen we nog Harry Maguire. Hij is er weer. Lekker hoor. Het is tradable. Ik ga dan toch Harry Maguire opslaan. En dan gaan we gewoon weer deze erachter. Gewoon weer lekker naar de markt sturen. Kijk, we hebben hier dus ook League Up, Bundesliga. Die ga ik wel houden. Want dat zijn gewoon, ja, als het ware hele belangrijke packages voor andere Team of the Seasons. Ga ik dus nu niet openmaken. Sorry, ik speel dit spel nog wel. Dus wederom ook. Wederom weer een Team of the Week. Het is Nick... ja, die guy. Het is wederom weer een Team of the Week. Twee zeldzame spelers van 81 plus. Hey, walkout. Keeper, het is...
Kasteels. Prima. Kasteels. Ik heb nu nog een paar zieke packs klaarstaan. En daarna gaan we naar deze. 11 Premier League pakket van 81 plus. Alleen maar Premier League spelers. Dat is eigenlijk een soort van de betere versie die ik net had geopend. Nou, als we daar geen team of visie aan krijgen, dan ga ik echt janken. Wederom weer een walkout. Het is... Sterling. 88. Prima. Alright, dan komen we nu uit op de 11 Premier League pakket 81 plus. Team of the season. Ronaldo. Het is een walkout. Het is Kane. Het is Vardy. Nog slechter. Oh. Ik heb wat doms gedaan. Ik heb namelijk Ruben Diaz heb ik erop gezet voor 700k. Omdat ik hem echt voor een miljoen zag overal. En no kidding, deze guy is echt maar 380k. Nog steeds super sick naast Neymar, Kane, al dat soort spelers. Maar het is wat minder dan ik had verwacht. Dus sorry, hij is maar 300 zoveel k. Dit is oopsie. Oké, het is tijd. We gaan weer door. Ik heb even wat van mijn spelers, een gedeelte ervan, even op de markt gezet. Zodat ik even kan verkopen. Zodat ik weer wat ruimte heb voor spelers zoals dit. Het is een Colombiaan linksvoor. Het is wel fijn dat het is Cini. Cini is leuk. Cini is leuk. Die wilde ik gewoon hebben. De legend Cini. Hij is niet tradable. Ik vind het prima. Cini Sterra zit in dat clubpie. Kijk, dat vind ik toch een mooie speler om te hebben. Het is tijd voor een premium begrappakket 26. Hier zitten nog twee extra items bij. Niet dat dat heel veel boeit of zo, maar... Het is een border. Het is Braziliaans. Linksachter. Het is... Alexandro. Niet Alexandro, maar Alexandro. Of ze nou Trader Bomber Club zit of niet. Een paar kleine top goud spelerspakketjes. Nog 4 stukjes. Ik krijg lachen als hier echt iets goeds in zit. Team of the season. Spelen. Bruno Fernandes. Let's go. Woohoo! Hij is niet tradable helaas. Dat is weer heel... Hij is tradable. Hij is tradable. Ik ga even snel opzoeken hoe duur deze guy waard is. Bruno Fernandes, 93. Hij is 318k. Dit is toch ongelofelijk. Wij gaan hem ook gewoon verkopen voor 300k. Bruno Fernandes. Wat lekker. Ik dacht al. Wat freaking sick. Bruno Fernandes, hij is verkocht. Kijk dat bankje gevuld zijn. Mwah. Fucking ziek. Waarom ook een walkout uit? Ja, waarom ook niet? Goalkeeper, het is Rudy. Woe, lekker. Dat is heerlijk. Oké, we hebben nu een paar zeldzaam goud spelerspakketjes. Dan moet ik even goed opletten dat ik deze open ga maken. Dit zijn betere pakketjes dan waar ik Bruno Fernandes uit kreeg. Borders. Dat is dan weer jammer. Ik heb bijna mijn markt helemaal vol. En dan moet ik echt wel even gaan besluiten om even mijn markt helemaal leeg te gaan maken. Dus we gaan nog even een paar pakketjes openmaken. En bedenk, ik heb een paar 125. Walkout. Het is Spaans. Het is centrale middenvelder. Het is van Liverpool. Het is Thiago. Dat is helemaal niet slecht. Dat is echt niet slecht. Thiago is prima. Kijk, we kunnen nu nog maar 13 spelers naar de markt sturen. Dus dat is nooit genoeg om nog 30 packs even te gaan openmaken. Wat over het algemeen tradable is. En ik heb ook nog zoveel tradable spelers in mijn team, in mijn club zitten. Het is een walkout. Het is... Is het Benzema? Het is Benzema. Let's go. Ziek. Benzegootje. Woe. Dit is heerlijk. Het is Benzegeit. Hoe duur is Benzema? Benzema, die is zo 25k, 30k, zoiets. Prima, verkopen die handel. Barcelona Fit 21 gaan we gewoon lekker verkopen. Benzema! Wat een legende is dat zeg. Benzema echt, wat een topper. Guy is echt legendarisch. Een van de weinige Franse spelers die ik ziek vind. Oké, zelfs een grappakketje. We hebben al Benzema eruit. Weet ik van wat ik er allemaal uit heb nog. Kom op, nog wat goeds. Nee. Het is Adama Traoré. Oeh, en nog een packie erbij. Een leenspelerspackie. Ziek! Oké, die blauwe boek zullen we wel houden. Dat is op zich nog wel leuk. Ik ga allemaal naar de... Ja, kijk, ik heb een 93 van de 100 zitten al in de markt. Leenspelerspakketje. Ultimate leenspelerpakketje. Dit is echt zo niet boeiend. Maar even overreacten nu hoor. Oh, ik heb een doelpunt niet. Oh, pam, 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 pam. Ziek. Robertson. Kijk, we hoeven nog... Ik heb nu nog Ruben Diaz op de markt staan.
En die is zo'n 300k. Dus ik ben bijna op de miljoen coins. Met een één zieke speler. Zoals een walkout. Het is Koulibaly. Koulibaly. Een legende. Koulibaly is echt geniaal. Wat een man. Wat een gozer. En Foden. Die ga ik ook verkopen, want die is wel wat waard. En dit gaan we natuurlijk allemaal gewoon weer verkopen. Want ja, dat is gewoon coins. Dat is gewoon coins. Volgende, zelfs als spelerspakket. Deze is untradable. Team of the season. Untradable. Het is van Ajax. Het is Timber. Prima. Het is untradable. Het is wel 90 rated. Het is prima. Het is gewoon prima. Ellenmachtig. We gaan we weer. Wat een lijst aan met dubbelen. Het is toch ongelooflijk. Inmiddels alweer langzaam richting die 600k. Die coins die blijven ieder packje worden. Tikken ze weer bij. Want deze weer een speler verkocht. Het is een walkout. Ik weet niet of dit tradable was. Ik denk het niet. Dit is een CM. Het is Kroos. Als het niet tradable is, maakt het niet uit. Want dit is wel gewoon goede fodder. Het is tradable. Ik ga hem verkopen dan. Dan ga ik hem gewoon verkopen. En dit is allemaal tradable. Dus we gaan allemaal naar die lijst. En daar gaan we. We gaan niet naar de ultimate catches. Die gaan we als laatste doen. We gaan eerst de Jumbo Zeldzame Spelers pakketjes niet tradable doen. En daarna hebben we alles nog tradable. Waar we alles van kunnen verkopen. En daar wil je als het ware gewoon... Mag van mij dit hoor. Dus geen probleem. Het is op Chiellini. 86 rated. Kan een club in. Niet verkeerd. Vind ik prima. En nog Geertruida. Lekker man. Nog een informpje. Pakje nummer 1 van de 4 is... Border. Nederlands. Dan weet je al dat het goed zit. Dan weet je al dat het goed zit. 2 Team of the Weeks. Oké. Okay. Ik ga ze houden. Waarom? Altijd nodig deze dingen. Het is dom om ze te verkopen. Dom is het niet. Maar ik heb het geld niet meer nodig. En ik ga alleen maar belasting betalen over de dingen heen. Dus ik ga ze gewoon lekker houden. Volgende pakje. Pakje van de, nummer 2 van de 4. Het is wederom weer een border. Het is Braziliaans. Verdediger. Het is Felipe weer. Paar K waard. Paar K. Oké, en nou gaan we naar de 2 laatste packs. Hierin zitten sowieso zieke dingen. 30 items. Allemaal spelers. Allemaal goud. Allemaal zeldzaam. Team of the season. Het is een walkout. Dat vind ik ook goed. Het is een spits. Het is weer Vardy. Het is weer Vardy. Oh, om te janken niet. We hebben bijna de miljoen gehaald. Het moet te doen zijn. Ultimate pakketje. Laatste. Cristiano Ronaldo. Laatste pakketje. Ultimate. Het is... Weer een walkout. Het is Navas. De enige die goed is van het land. Het is Navas. En we hebben nog zelfs een team of the week. Navas gaat zeker weg. Matip gaat nog weg. Rudiger gaat weg. Volland gaat weg. Hij gaat... Hij moet weg. Kan niet. Nou, ik vind het prima. Allemaal dubbel. Nou, en weet je, dan boeit het me ook gewoon niet meer. Ik weet het is zonde. Maar we gaan het gewoon allemaal wegflikkeren voor die 10k. Hop, nog 12k gewoon discard waarde. En dan hebben we de pack opening gehad. 1 miljoen coins staan op de bank. Dit is ziek. Ja, dat is het ook. Het is super ziek. Ik hoop wel dat jullie deze video super dope hebben gevonden. Het is weer een... Deze video is in totaal van opname 1 uur en 16 minuten geweest. Dus dit heeft me wat tijd gekost. Dat verdient toch een like, jongens. Drop even die like als je het niet hebt gedaan. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond deze video leuk? Laat het weten in de reacties. Laat even een video achter van... Laat een reactie van... Hey Mika, de video was echt superleuk. Ja. Doei. Laat dat even achter. Ja. Dankjewel. Laat even een like als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren. Ik stream ook best wel vaak wat in games waar je mee kan doen. Dus als je dat ook wilt checken. Vergeet niet te abonneren. Doe dat belletje aan. En dan zie ik jullie allemaal bij de volgende video weer. Dat was het, jongens. Ja, jongens, dames, koekenperen. De groeten. Doei.